zou zien vanavond, dan ja, weet dan dat er een opname bestaat die dat je dan ja, ook kan herbekijken of zal kunnen delen met jouw collega's van het bestuur, misschien met trainers of lesgevers, als er een aantal dingen zijn die dat je interessant vindt. Voilà. We hebben denk ik, als ik me niet vergis, ongeveer 1,5 uur voorzien. Het idee is, ik ga een poging doen om ja, het verhaal dat ik wil vertellen ongeveer in 1 uur rond te krijgen. En dan hebben we eventueel nog 1,5 uur eventueel voor vragen. Het is de moment, ik ben hier en jullie zijn hier, dus zijn er vragen over Assist, dan mogen die ook altijd gesteld worden. Wat is de bedoeling van vanavond? Ja, ik denk dat de meesten onder jullie wel weten dat we al even druk aan het werk zijn aan een volledige nieuwe versie van Assist. En die begint stilletjes aan vorm te krijgen. En ik ga daar vanavond ga ik eens door alle mogelijkheden die daar vandaag in die nieuwe versie van Assist al ja, ter beschikking zijn. Dus eigenlijk kunnen jullie die vandaag eigenlijk al langer eigenlijk, maar na dit webinar, stel dat je een aantal dingen wilt uitproberen, ja, dan kan dat hier. Dus alles wat dat ik toon staat zeg maar in productie en kan gebruikt worden. We hebben een paar keuzes moeten maken. In die zin dat als je, ja, Assist is een heel groot programma geworden doorheen de afgelopen jaren. En er blijven natuurlijk vragen komen om extra mogelijkheden toe te voegen. En dan hadden wij bij die start van die nieuwe versie, hadden wij de keuze, ja, wat gaan we doen? Gaan we eerst die huidige versie van Assist helemaal opnieuw bouwen, maar dan in een nieuwe versie? Of gaan we eerst een antwoord bieden op ja, de vragen die daar onder andere van jullie kwamen om een aantal nieuwe mogelijkheden aan te bieden in Assist. En we hebben voor het laatste gekozen. We hebben eigenlijk dus in die nieuwe versie een aantal nieuwe rubrieken gebouwd. En we zijn eigenlijk nu pas bezig met het overzetten van de huidige versie van Assist. En dat betekent dat we in de loop van het komende seizoen nog eigenlijk met twee versies zitten. Dus we zitten met de huidige versie die jullie vandaag nog elke dag gebruiken, bij wijze van spreken, voor jullie ledenbeheer, misschien voor de boekhouding en zo. En dan heb je daarnaast een nieuwe versie waarin dat nu al heel wat nieuwe features zitten, heel wat nieuwe mogelijkheden. En in de loop van de komende maanden ga je dus nog afhankelijk van ja, datgene dat je nodig hebt, of datgene dat je graag wilt gebruiken, ga je zeg maar moeten springen van de ene versie naar de andere. Ik leg uit hoe dat je dat kan doen. Maar het is dus wel de bedoeling dat we vanaf nu, ja, nu gaan we echt nog de rubrieken leden, vrijwilligers en activiteiten, ja, dat zijn dus de rubrieken die eigenlijk al bestaan in de huidige versie, die gaan we de komende maanden nog overzetten. En dan is het eigenlijk, ons plan is eigenlijk dat je zeg maar tegen de start van het nieuwe seizoen, dat je eigenlijk dan die oude versie in principe niet meer nodig hebt. Dat is het plan. In de loop van de komende maanden is het wel zo dat stapgewijs er nieuwe pagina's altijd zullen ja, verschijnen in die nieuwe versie. En dus ga je dus zelf eigenlijk af en toe, als je dat wilt, ga je eens gaan kunnen kijken naar die nieuwe versie. En wij hopen heel hard. De eerste feedback dat we krijgen is anders zou ik het niet zeggen, maar die is best wel positief. Dus dat is fijn om te horen en fijn om te merken dat we daar ja, met die nieuwe versie zeg maar, goede stappen aan het zetten zijn. En voilà, het kan alleen maar beter worden, zeg maar. Voilà. Wat zijn de dingen die daar vandaag ja, zeg maar op de agenda staan? Ze stonden ook bij de inschrijving. Maar er is eigenlijk een vernieuwd inschrijvingsformulier dat je in de nieuwe versie van Assist, zeg maar, er is nu ook een inschrijvingsformulier in de oude versie, maar dat is maar één formulier dat je kunt aanmaken. Ik ga meteen tonen, je kan nu meerdere inschrijvingsformulieren aanmaken en je kan die dan ja, op een... ja, je kan eigenlijk voor verschillende soorten wachtleden of inschrijvingen kan je nu een nieuw formulier maken. Dat betekent ook dat er een nieuwe wachtlijst is, hè, dus van alle personen of leden die of ja, potentiële leden die graag lid willen worden. Die zit eigenlijk ook al in de nieuwe versie. En dan een aantal nieuwe rubrieken. Er is takenbeheer voor vrijwilligers. Je kan dus eigenlijk, pak nu voor lesgevers of voor vrijwilligers, ouders of dergelijke, sympathisanten, die dan in de club graag ja, een handje willen helpen. Wel, daar hebben we eigenlijk nu ook een eerste versie voor.
Je kan de onkosten van vrijwilligers in assist beheren. Dus neem nu dat er lesgevers zijn of trainers die dat een vrijwilligersvergoeding krijgen. Ga ik ook tonen hoe dat je die kunt beheren. Dat wordt allemaal een beetje beheerd ook aan de kant van de vrijwilliger of aan de kant van het lid. En dan is er een nieuwe versie van Mijn Assist. Dat is de persoonlijke omgeving van Assist. En dan, dat is vrij vers, vrij nieuw. Dat is het doorstromingstraject. Of het heeft er ook een andere naam. Het leeropvolgingstraject of zo. Sorry. Dat is eigenlijk wanneer dat je eigenlijk doorstroomt. Wanneer dat jullie leden doorstromen van peuterwennen naar waterwennen. Naar, hè. Voilà. Daar hebben we eigenlijk nu ook in de nieuwe versie al een module voor klaar. Dus ik ga mijn scherm delen. Ah ja, nog even afspreken wat betreft de vragen. Hilde is hier ook. En Hilde die, gaat de chat mee opvolgen. Dus stel dat je een vraag hebt. Iedereen is momenteel gedempt. Stel dat je een vraag hebt, dan kan je die gewoon in de chat zetten. Als Hilde gaandeweg misschien al het antwoord kan geven, dan doet ze dat. Is dat niet het geval? Sowieso gaan wij op het einde van... ik zeg het, in de laatste half uurtje gaan we alle vragen overlopen. Dan geef ik de nodige antwoorden. Voilà. Ik ga dus mijn scherm delen. En voilà. Jullie kennen allemaal de... Oei, dat is iets anders. De huidige versie van Assist, die ziet er zo uit. Waarom toon ik die heel even? Omdat als je hier naar het websiteadres kijkt, dan zie je dat als je aangemeld bent, dan staat daar app.assistonline.eu. En als je je afmeldt, dan staat daar, als je echt naar de website gaat, ja, dan staat er oftewel niks. Oftewel, eigenlijk staat daar dan soms ook www. Hè? Dat kennen jullie wellicht. Voilà. Oftewel staat daar www, oftewel staat daar app. Stel dat jij nu al een kijkje wilt nemen op die nieuwe versie, wel, dan hebben we dat eenvoudig gemaakt. En dan is dat gewoon nieuw.assistonline.eu. Als je dat ingeeft in jouw browser, dan kom je op deze pagina terecht. En dan kan je weer dan kan je aanmelden met hetzelfde e-mailadres, hetzelfde wachtwoord dat je vandaag al gebruikt. Alle gegevens die dat in deze versie staan en alle gegevens die in de oude versie staan, die zijn gekoppeld aan elkaar. Of beter gezegd, die twee versies die zijn gekoppeld aan dezelfde databank. Dus er gaat nooit een moment zijn dat je gaat moeten kiezen, nu schakel ik over naar de nieuwe versie. Je kan vandaag en op elk moment springen van de ene naar de andere versie. En je gaat dus nooit gegevens moeten overzetten of zo. Hè. Dus dat is, we hebben dat zo gebouwd dat je gewoon kunt verder bouwen. En als jij er klaar voor bent, dan zeg je oké, ik ga nu overschakelen naar die nieuwe versie. Misschien doet de penningmeester dat sneller dan iemand anders, omdat hij de boekhouding graag in de nieuwe versie doet. Allee, dus dat kan allemaal. En dus voilà. Je geeft je e-mailadres in en je wachtwoord. En je ziet nu ook deze knop, aanmelden met Microsoft. Het is zo, er zijn een aantal clubs die dat, zeg maar een Microsoft-account hebben en dan vooral Microsoft 365. Er is de mogelijkheid vanaf nu om jouw Microsoft 365-account te koppelen aan Assist en daarmee aan te melden. Dat kan eigenlijk voorlopig nog in de oude versie. Ja, ik had mij afgemeld, hè. Dus dat is nog wel een pagina die in de oude versie staat. En als je dan naar opties gaat, dus je moet je aanmelden met jouw gewoon e-mailadres en wachtwoord, hè, want er is nog geen koppeling met Microsoft 365. Dan ga je naar opties, mijn gebruikersaccount, en dan zie je hier deze knop. Ik ga dat nu niet doen, maar als je dan daarop klikt, dan kom je echt in de Microsoft-omgeving terecht. Dan kan je daar jouw Microsoft 365-account ingeven. En vanaf dan is... jouw Assist-account gekoppeld aan jouw Microsoft-account. En als je dan afmeldt, hè, en hier staat het ook bij de oude versie, dan kan je dus op deze knop klikken, of in de nieuwe versie op deze knop, om je aan te melden met jouw Microsoft-account. Ja, kan soms voordelig zijn. Er zijn echt clubs die dat eigenlijk een volledig Microsoft 365-account hebben voor de hele club. En er zijn ook... wat wou ik zeggen? Dat kan het voordeel zijn. Nu... Het is ook zo, maar dat is dan echt wel een klein paar... dat zijn een aantal extra inspanningen en aanpassingen dat je moet doen. Je kan in principe vanaf dan ook mailen met jouw Microsoft-account. Dus vanuit Assist, als je daar nu al de mailfunctie gebruikt, hè, dan weet je wellicht dat we daar voorlopig nog met die mail-alias werken. Wel, dat is geoptimaliseerd in die zin dat je dan met jouw... Hè, dat is dan met het e-mailadres van de club, hè, van het Microsoft 365-account. Dus dat is wel...
een interessante. Een laatste ding dat toegevoegd is in verband met het aanmelden, is dat je heel binnenkort, eigenlijk zijn we het nu volop aan het doortesten, en het werkt ook gewoon, is dat je ook met two-factor zal kunnen aanmelden. Dus je gaat, en dat is eigenlijk, je kent iets.me bijvoorbeeld, we doen het niet via iets.me, maar via een Microsoft, het is even technisch, hè, maar sommigen onder jullie zullen dat wellicht wel goed begrijpen, is dus, je gaat dan jouw account van Assist koppelen, of eigenlijk een two-factor instellen, wat betekent dat je eerst dan bijvoorbeeld met een authenticator, noemt dat dan even technisch, een code gaat moeten ingeven om je aan te melden. Dus dat is een pak veiliger, hè, daar gaan we met z'n allen naartoe. Hè, dat is vergelijkbaar met iets.me, waarin je altijd even op jouw gsm even een code moet ingeven. Dat komt er heel snel aan. Voor het einde van het jaar willen we dat in productie zetten. Dus voilà, soms krijg je de vraag van clubs die dat daar achtervragen, en zeer terecht. Jullie zitten met best wel wat gegevens, en soms ook medische gegevens. Dus zeer terecht dat die vraag er komt, en daar hebben we dan ook proberen een oplossing voor te bieden. Voilà, af en toe ga je mij een paar seconden niet horen. Dat is omdat ik wat water drink. Zoals nu. Voilà. Dit is het startscherm van de nieuwe versie van Assist. Ik mag hopen dat als je nog niet gezien hebt, dat je zoiets hebt van, ah ja, dat ziet er toch wel iets frisser uit dan de vorige of de huidige versie. En die is ook volledig, zeg maar, responsive. Die gaat mee met gsm of tablet. En elke pagina is in principe op die manier op al die schermen te bekijken. En dat is ook al een grote vooruitgang, denk ik. En dan zie je hier hè, de jaren die dat je op deze manier kunt instellen. Voilà, je ziet hier, er is een jarige vandaag. Je kan, dat zijn eigenlijk op die manier, dat ga ik straks ook ergens anders tonen, zijn altijd diezelfde knopjes dat gaan terugkomen. Hier, hier zijn natuurlijk niet veel velden. Maar elke tabel dat je in Assist ziet, ga je op die manier kunnen aanpassen. Je kan dan hier bepalen hoeveel rijen je wilt te zien krijgen. Dus we hebben dat allemaal, hoop ik toch, een pak gebruiksvriendelijker gemaakt. En die zaken die dat je dan op die manier zou aanpassen, die worden ook op gebruikersniveau onthouden. Dus als jij de volgende keer, je kan dat dus zo wat instellen naar jouw eigen wensen. En op gebruikersniveau, het kan goed zijn dat dan iemand anders van de club dat anders wilt, dat wordt dan achter de schermen voor jou bewaard. En dan zie je hier eigenlijk de navigatie. Ik ga niet allemaal heel hard in detail, want dit zijn eigenlijk bestaande pagina's die dat we nu al hebben overgezet. Pagina's van jullie organisatie, van jullie club, zeg maar. Hier zie je eigenlijk al wel, de rubriek leden staat er al, want we hadden de wachtlijst eigenlijk al klaargezet. Alleen, dat is eigenlijk logisch. We proberen eigenlijk ook in die nieuwe versie u echt bij de hand te nemen en proberen de volgorde die dat jij als gebruiker en assist moet gebruiken om elke rubriek te kunnen gebruiken. Ook als er nieuwe bestuursleden bij de club bijkomen, die komen misschien in de eerste keer in Assist, dan proberen we alleszins je zo goed mogelijk te begeleiden. En dit bijvoorbeeld, die wachtlijst, als je geen inschrijvingsformulier hebt voor wachtleden uit te nodigen, dan kunnen er ook nog geen wachtleden zijn. En daarmee dat we dan op die manier, stel dat ik daar hier op klik, dan ga ik meteen eigenlijk naar deze rubriek formulieren, inschrijvingsformulier, en dat gaat dan automatisch, waarin dat je dan meteen in zo'n... ik toon gewoon eerst vlug een paar eerste pagina's, gewoon om jullie een idee te geven. Hè. Dan zie je hoe dat die pagina's er helemaal anders uitzien. Hier kun je heel snel springen van het ene onderdeel naar het andere. Je krijgt ook een overzicht van welke zaken je eigenlijk nog moet ingeven. Hè. Er is duidelijk geen benaming of er is iets met de privacyverklaring dat nog niet in orde is. Ik ga dat straks in detail overlopen, maar dan krijg je een idee van hoe dat we geprobeerd hebben om, als we dan toch die nieuwe versie bouwen, om dan echt alle feedback dat we van jullie doorheen de afgelopen jaren gekregen hebben, te verwerken. Op zoveel mogelijk pagina's, het is de bedoeling dat dat ook op elk pagina komt, zie je eigenlijk ook bekijk het webinar. En dan ga je eigenlijk naar ons YouTube-kanaal en ook rechtstreeks naar het, de juiste video natuurlijk, waarin dat, en moesten jullie dit nog niet kennen, weet dat er een YouTube-kanaal is van Assist, waarin dat je heel veel webinars ook... Je ziet meteen het verschil tussen de webinars voor de oude versie en de nieuwe versie. En voilà. Dit even kort ter inleiding. Ik denk dat ik hier bij dat inschrijvingsformulier van de wachtlijst ga starten.
Ik ga het niet heel, heel, heel in detail kunnen doen natuurlijk, hè. Dus soms ga ik grote stappen zetten. Maar weet dus dat we eigenlijk, je zag het misschien daarnet al op ons YouTube-kanaal, zie je hier al voilà, taken in interesses, onkosten en onkosten. Er zijn best wel al wat webinars ook over de nieuwe versie. Van dit moet ik nog eentje maken. Maar kijk, voilà, het wijst er eigenlijk ook wel geweldig uit. Stel nu dat ik geef dat de benaming, inschrijvingsformulier, wachtleden bijvoorbeeld. En je ziet al, voilà, het is in orde. Zou ik nu al bijna het formulier kunnen activeren. Je ziet ook dat je dat eventueel kan aanmaken, maar dat je dat nog kan niet actief zetten. En je kan dat eigenlijk zelfs ook. Ik weet dat sommige clubs eigenlijk met een periode werken, waarin dat ze zeggen, nu mogen de wachtleden zich inschrijven, kan je nu een startdatum en een einddatum opgeven. Er is nog geen link naar het formulier, want we moeten het eerst natuurlijk nog helemaal opgeven. Hier kun je de header bepalen. Ik zal straks meteen eens tonen hoe dat eruit ziet. Dit zijn de standaardkleuren van Assist. Ik zal anders heel vlug even, want dat gaat toch wel helpen, denk ik. Ja, ik ga nu even vlug. Dit is de privacyverklaring. Die dat je, oftewel wordt die los van Assist opgemaakt, of werd die nog niet opgemaakt, dan kun je die eigenlijk op die manier bewaren. En als ik. Wacht, ik ga even. Voilà. Kijk, en vanaf dat eigenlijk allemaal is ingevuld, je hebt nu gezien, ik heb twee dingen ingevuld en eigenlijk heb ik nu al mijn formulier. Maar dat betekent wel dat ik bij alle zaken die dan standaard staan ingesteld, dat ik daar nu de standaard teksten en zo heb gebruikt. Als ik nu al even ga kijken vlug, hè, dan zie je hoe dat het eruit ziet. En je ziet hier die standaardkleuren van Assist zitten erin, het logo van mijn organisatie. Die teksten die heb ik heb gewoon even dit vlug ingegeven. En dit zijn ook de standaardvelden die dat eigenlijk Assist automatisch genereert. Voilà. Nu gaan we het beginnen aanpassen. Je mag dan natuurlijk, hè, uiteraard, als je dat stap voor stap overloopt, dan ga je dat natuurlijk wellicht op die manier doen, hè. Ik ga nu die kleuren niet aanpassen, maar je kan dat dus helemaal aanpassen naar de kleuren van jouw zwemclub. En hier, voor wie is dit formulier bedoeld? Dat is een interessante, want we hebben hier echt ook geprobeerd om nog meer mogelijkheden aan te bieden. En oftewel zeg je bijvoorbeeld nieuwe leden die meteen als nieuw lid ingeschreven worden. Dat is nieuw ten opzichte van de huidige versie. In die zin dat er best wel wat clubs zijn die dat eigenlijk die dat hun account van Assist hebben gekoppeld aan Molly of MultiSafePay. En hier heb je dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld te zeggen van oké, dat zijn nieuwe leden. Ik ga die niet eigenlijk bij wijze van spreken op een wachtlijst zetten. We hebben nu eenmaal, ik zeg maar iets, 20 plaatsen vrij. First come, first serve. Hè. Stel dat dat is. Misschien is dat niet voor leden, hè, dat je dan dit. Of voor een is dat bijvoorbeeld voor leden of voor een groep leden waar dat er geen wachtlijst is. En dan zou je dat eigenlijk nu meteen met een nieuw formulier kunnen zo doen. Want hier zie je dan bijvoorbeeld in welk werkjaar. Dat is ook nieuw in die zin dat je eigenlijk nu zelf gaat kunnen bepalen in welk werkjaar dat die leden dan meteen ingeschreven worden. En wat gebeurt er dan met dat nieuw lid? Ja, die wordt oftewel niet automatisch in een ledengroep ingeschreven, oftewel wordt die wel automatisch in een ledengroep ingeschreven. En dan kun je die hier dus. Ah ja, ik geef. Ah ja, deze ben ik vergeten aan te passen. Dat gaat soms wel eens gebeuren. Dat is het testabonnement dat ik vaak gebruik. Dus ja, hier zouden dan eerder. wat is het? Dolfijnen en zo moeten staan. Maar wat, het zijn nu nog andere ledengroepen die ik heb eens aangepast. Maar kijk, jullie gaan samen dan allemaal op fietstocht. Oftewel kan het lid kiezen uit meerdere ledengroepen. En dan kun je eigenlijk hier op die manier meerdere ledengroepen selecteren. En dan gaat eigenlijk, ja, stel dat ik dat doe, dan ga je dan straks zien hoe dat dan eigenlijk uitgewerkt wordt in dat formulier. En dan heb je de betaling van het lidgeld. Er moet geen lidgeld betaald worden, of het lidgeld moet bij inschrijving meteen online betaald worden. Voilà. En dan heb je hier meteen vraag, zit je bij Molly, zit je bij MultiSafePay? Voilà, ik ga dat nu niet doen. Maar dan zie je eigenlijk hoe dat we geprobeerd hebben om al die instellingen samen in het formulier zelf te brengen. De introtekst van het formulier kan je aanpassen. We werken met die variabele waarden. Die kennen jullie wellicht uit de oude versie. Maar we hebben dat aangepast in die zin dat dat een pak handiger is. Je moet dat niet meer kopiëren. Je gaat staan waar je wilt en je klikt daarop en die wordt dan automatisch getoond in de tekst. Je kan ook de standaardwaarden inladen. Hier zie je dan de velden, hè, waarin je snel kan aanklikken of dat die verplicht of niet verplicht zijn. Je ziet wat voor soort het veld is. Je kan die van plaats veranderen. Je kan nieuwe velden toevoegen, hè. Als je dan hierop klikt,
kan je hier eigenlijk voilà, heel wat velden die er eigenlijk al in staan, kun je die toevoegen. En dan welke bedankpagina krijg je te zien. Ook een fijne, denk ik, is dat er clubs zijn die dat starten vanuit een inschrijvingspagina op hun website, die dat dan eigenlijk naar Assist doorverwijzen. En het fijn vinden, mocht je nadien ook terugverwezen worden na de inschrijving naar de website. En dan zou je dit kunnen aanvinken en eigenlijk jullie eigen bedankpagina bouwen, zodat de mensen eigenlijk niet op Assist blijven hangen, maar eigenlijk terug op jullie website terechtkomen. En dan heb je hier de bedankingsmail, de bevestigingsmail, die dat je hier kunt instellen. En dan kun je ook op elk moment dat er iemand zich inschrijft, kan je hier bepalen welke personen, dat kunnen één of meerdere zijn, effectief een bevestigingsmail of een infomail krijgen van het lid dat zich zo net heeft ingeschreven. Voilà, en als je dat dan eigenlijk allemaal opgeslagen hebt, ja, dan past dat formulier zich aan. Hè, en dan kan ik op die manier, kun je, hè, dit is dan de URL die dat je dan plaatst op jouw website of jouw... voilà. Ik ga dat nu niet invullen, omdat dat is niet nodig. Maar dan zou ik echt zeggen, probeer dat eens. Speel daar eens mee. Hè. Zolang dat je die URL niet deelt, dan, ja, voilà, dan kun je... ja, dan kun je daarmee spelen. Hè. Kan je dingen proberen en doortesten en zo. En dan heb je... Ah, ik ga het nu toch eens dan vlug invullen, want dat ik al mijn wachtleden heb... voilà. Ja. Ah ja, ik heb dat van plaats veranderd. Dat is een beetje raar. Voilà. Ja. Als er nu mensen zijn die ook al mijn wachtlijsten werken, kan het zijn dat de URL dan veranderd is? Als ze momenteel al een vragenlijst op hun website hebben staan? Nee, dus als de wachtlijst, de oude formulieren, die blijven gewoon werken. En die wachtleden die komen ook nog altijd in, ja, in diezelfde lijst terecht. Dus jullie gaan, je gaat gewoon nieuwe formulieren aanmaken, zeg maar. En wacht, er is iemand waar dat we misschien even de micro kunnen dempen. Dus alle bestaande formulieren die blijven gewoon werken. Dus daar geen zorgen. Je krijgt eigenlijk gewoon nieuwe extra formulieren erbij. En als jij zegt van oké, ik ga dat eerst eens uitzetten. En je zegt van ja, dit werkt wel goed en dit werkt wel beter. We hebben bijvoorbeeld een aantal clubs, Antwerpse Zwemschool en Aquatics in Brussel, die dat eigenlijk nu al meerdere formulieren gebruiken, omdat zij een formulier hebben voor de kinderen, zeg maar, hè, voor de jongeren, en een formulier voor ja, volwassen of recreatieve zwemmers, hè, die dat gewoon baantjes komen trekken, zeg maar. En ze maken dan twee aparte formulieren. Ze bepalen per formulier tot welke ledengroepen. Je hebt het daarnet misschien gezien. Ik had daarnet eigenlijk twee ledengroepen geselecteerd en die komen dan ook alleen maar tevoorschijn. En op die manier kan je dus een formulier maken voor de jongeren of de kinderen, zeg maar, waar dat dan alleen maar die, ja, die jongere groepen in zitten. En bijvoorbeeld ook voor recreatieve zwemmers, zeg maar, zou je dan eigenlijk andere ledengroepen kunnen selecteren. Maar op de vraag te antwoorden, nogmaals, alle formulieren blijven gewoon werken. Hè. Dus voilà. Nu ben ik me aan het afvragen waar dat ik... wil ik werken, maar ik dacht gedaan heb. Ah ja, nee. Die knop. 23. Ja, dan zou ik nu nog maar gezien. Moet het tevoorschijn komen, hè? Nu gaat het hebben. Uiteraard. Eens even zien of dat hier een filter op staat, misschien. Ja. Kleine ogenblikken, hè. Ik ga eens heel even kijken, maar alleen normaal gezien, want het wordt nu al volop gebruikt door ja, de vrienden van Aquatics en dingen, maar misschien had ik even nog eerst een refresh moeten doen. Ik ga toch nog één poging doen. Dat zal me echt verbazen, maar ja.
Ja, je ziet ook hier, je hebt het misschien gezien, we hebben eigenlijk nu ook de databank is gekoppeld nu achter de schermen aan de databank van Vlaanderen met alle straten van Vlaanderen. En dus dat is wel eigenlijk ook volgens mij een zeer goede aanpassing in die zin dat... dat op dit moment, je hebt het gezien, hè, ik begon te schrijven en hij begint eigenlijk meteen de juiste straat te vinden, waardoor dat we hopen dat er een veel betere data in straatnamen in Assis terechtkomen. Nu ben ik heel erg benieuwd. Oh nee, het is niet waar, hè. Oh, dat vind ik niet tof, natuurlijk. Oké, ik ga dus moeten nakijken waarom dat nu niet werkt. En wat dat er scheelt. Mijn excuses. Ja, nu zullen er een aantal onder jullie wellicht zeggen. Ah, zie je wel, nu, dat gebeurt en dat gebeurt nog. Dit is een nieuwe versie waar er af en toe nog dingen... bij een update misschien een keer... Iets gebeurt. Dat is in de oude versie ook zo, hè, dat zullen jullie willen weten. Dat verandert niet in die zin dat je mij dan op dat moment kunt mailen. Ik vind dat heel vervelend en jammer. Ik ga daar ook niet flauw over doen. Maar kijk, voilà. Dus normaal gezien komen die dan hier terecht. Ik ga toch eens heel even kijken, als dat mag. Of dat het eigenlijk... ik zit dan hierin. Of dat ze dan... Hier in de oude versie. Ja, zwart. Alleszins. Ik weet niet of dat... Voilà, ik denk dat hem niet heeft ingeschreven. Mijn excuses. Goed, dit is eigenlijk het eerste punt, dat is het formulier en die nieuwe wachtlijst. Waar dat eigenlijk... op zich zie je hier... Als je hierop klikt, dat is in elke tabel die dat je in Assis te zien gaat krijgen, ga je eigenlijk die velden hier te zien krijgen. En ga je eigenlijk, dat heb ik dan net al getoond, ga je zelf eigenlijk kunnen bepalen van welke kolommen dat jij graag te zien krijgt. Hier zie je dan eigenlijk een zoekknop waarin dat je snel eigenlijk bepaalde dingen kan zoeken. Of, en dat heb je misschien ook al even gezien, je kan dan eigenlijk in elke tabel ga je veel dieper kunnen zoeken. En ga je ook kunnen kiezen van, ik zoek iedereen behalve die met de naam Vincent. Want die is jarig en die mag niet de mail ontvangen, ik zeg maar iets. Dan ga je eigenlijk op die manier ook veel bredere en betere zoekdingen kunnen, zoekopdrachten kunnen doorvoeren. Nu, de andere zaken van de rubriek leden, daar zijn we nog aan bezig. Hè, en dan schrijven we dan ook wel... Nog even geduld. Je kan dan eigenlijk hierop klikken om meteen naar de vorige versie te gaan. Ook deze pagina's leden importeren. Dat komt er eigenlijk nog dit jaar aan, absoluut. Hier zie je wel al de ledengroepen. Die werken wel al. Dus uiteindelijk kun je daar... die zitten erin. Dus als jij daarop klikt, dan zijn dit ook degene die dat... je ziet het. Ik heb dat hier eens aangepast voor een ander webinar. Maar bij jullie gaan al die... al die andere ledengroepen die gaan daar tevoorschijn komen. En dan hebben we hier... ik zal daar misschien mee verder gaan. Je hebt eigenlijk het doorstromingstraject. Maar ik ben nu eens even aan het denken. Ik zit natuurlijk in dit abonnement. En ik begin mij hier af te vragen of dat ik... ik ga eens heel even in een... want ik heb eigenlijk... ik denk dat ik... hierin moet zitten. Voilà. Oké, amai. Dus, sorry, ik zat gewoon eigenlijk in het andere abonnement, terwijl ik eigenlijk voor de zwemfet een apart abonnement heb. Dus, even mijn excuses voor de chaos. Maar. Dus ja, zo ziet die wachtlijst er dan uit. Hè. Hier heb ik dan toch wel twee wachtleden. En waar dan je eigenlijk op dezelfde manier als eigenlijk in de huidige versie. Hier kan je op die knoppen klikken om iemand meteen lid te maken van een bepaald werkjaar. Hè. Dus dat gebeurt eigenlijk op dezelfde manier. We zijn ook die knopjes een beetje aan het aanpassen. Als dat groen betekent dat dat echt een volledige nieuwe persoon is die nog niet een assist ziet. Oranje betekent dat dat eigenlijk een lid is dat eigenlijk al zich misschien al eens heeft ingeschreven of assist heeft alleszins deze persoon. En zeg maar dat met de geboortedatum heeft hij die herkend als een persoon die al in assist zit. Dus voilà, dat is de wachtlijst.
Goed, en dan ga ik heel even door naar voilà, het doorstromingstraject. Hè. Ik blijf even in de rubriek leden, want ik weet dat daar wel een aantal clubs op zitten te wachten. Wat is het idee? Ik heb natuurlijk niet het volledige doorstromingstraject erin gezet, maar hier heb je dus eigenlijk... je hebt enerzijds die ledengroepen, voilà, hier zitten ze wel correct in, voilà. Waarin dat je, dat zal wellicht herkenbaar overkomen. Je hebt de zwemschool met peuterwennen, waterwennen enzovoort. En dan heb je recreatief zwemmen, competitief zwemmen enzovoort. En als je dan naar de vaardigheden gaat kijken, dan ga je daar zelf eigenlijk ook... er zijn wellicht heel wat clubs die dat de standaardvaardigheden van Fred Brevet volgen. En hier heb ik deze bijvoorbeeld overgenomen, waarin dat je dus eigenlijk in verschillende fases gaat werken, of verschillende niveaus. En dan krijg je waterwennen, leren over leven, leren zwemmen. En daaronder maak je dan eigenlijk altijd een opsplitsing. Je kan dan zelf door op die knoppen te duwen, kan je extra groepen zeg maar, toevoegen. En dit is wellicht herkenbaar. Hè? Dus dat is wel het eerste wat dat je gaat moeten instellen. Nu, we zijn aan het bekijken of dat we niet één importknop kunnen toevoegen, waarin dat toch al minstens voor die clubs die dat volledig of grotendeels zeg maar het standaard brevettensysteem van Fred Brevet gebruiken, of dat die niet op een knop kunnen klikken en dat dat al helemaal wordt voor jullie ingeladen. Misschien ga je hier en daar eens een extra vaardigheid hebben of een mindere. Dan ga je die kunnen verwijderen en aanpassen en zo. Je kan die eigenlijk op die manier gewoon aanpassen. Je kan dan bepalen tot welke groep die behoort enzovoort. Dus dit ga je eerst wel... Dat is een werkje, dat beseffen we. Dat ga je eerst moeten instellen. Om dan eigenlijk effectief bij elke ledengroep... even kijken. Ik denk dat ik bij... bij ledengroep, voilà. Dus eigenlijk heb je alle detailfiches van alle details van die ledengroep. Hè. Dit is dezelfde als in de huidige versie. Alleen heb ik hier dan bij die ledengroep bepaald welke vaardigheden, die komen dus allemaal uit die groep dat we daarnet gezien hebben, die ga je dan ook nog wel moeten koppelen aan elke ledengroep. Hè. Dus we zitten in de groep waterwennen en dan zie je hier, voilà, alle vaardigheden die dat je in deze groep moet kennen. En als je die kent, dan bepaal je hier welke groep of groepen. Het kan zijn dat je uit een bepaalde groep komt en dat je mag doorstromen en dat je dan een keuze moet maken. Ga je dan leren overleven, kraal of water, rugslag of andere. Dan ga je hier één of meerdere groepen toevoegen. En vanaf dan ga je effectief per lid kunnen... aangeven van, er zijn, ik ga eens even kijken of dat er, waar dat er misschien een paar extra, maakt op zich niet uit. Je ziet dat je, dit zijn testen, hè, maar je ziet dan eigenlijk dat je dus per groep ga je dan de leden hebben en waar dat je hier ziet hoeveel vaardigheden die al behaald heeft. Als je daarop klikt, dan ga je, ik had het bij waterwennen gezet, denk ik. Ja. Voilà. En hier zijn ze dan. En als je dan eigenlijk daarop... dan kun je aangeven bij dat lid van welke vaardigheden die al dan niet heeft. En als dat dan effectief... als hij het allemaal heeft, dan kan je hier op klikken. En dan ga je die eigenlijk in bulk kunnen overzetten naar de volgende groep. En op die manier stroomt dus eigenlijk, kun je al die leden laten doorstromen doorheen al die verschillende groepen, zeg maar. Ik moet erbij zeggen dat dit eigenlijk een volledige nieuwe functie is die dat we nu, nog maar een paar weken geleden eigenlijk, begin oktober, staat dat volledig functioneel online. Dus daar gaan we wellicht hier en daar ook, dat mag je gerust echt wel, moest je het echt gebruiken en proberen, geef dan zeker jouw feedback. We weten sowieso dat we nog dingen gaan kunnen optimaliseren, dat het soms wat beter kan en zo. Dus dat weet je denk ik doorheen de jaren dat we dat op die manier proberen. Maar dat is alleszins eigenlijk dat doorstromingstraject. Dus zeer benieuwd als jullie dat beginnen te gebruiken, wat dat jullie feedback is. Voilà. En dan, dan zijn dat vooral de nieuwigheden bij leden.
Ik ga nu eens heel even kijken wat dat het volgende was. Ja, en dan ga ik even over naar vrijwilligers. Hè. Dus we kregen toch best wel van wat zwemclubs de vraag van ja, weet je, wij zouden eigenlijk graag ook voor onze trainers of onze lesgevers, hè, die dat een vrijwilligersvergoeding krijgen, we zouden die eigenlijk graag ook wel... ja, we geven die een vrijwilligersvergoeding, we zouden de onkosten graag via Assist willen beheren. En daar hebben we dan eigenlijk deze rubriek voor gebouwd. Maar ja, het is een beetje raar, maar nu ga ik toch ook wel terugspringen naar de andere kant, want daar heb ik, ja, daar ben ik wel zeker van dat ik daar eigenlijk vooral... wel de onkosten in beheerd heb. Kijk, voilà. Wat dat je, als je dan die onkosten wil doen, dan ga je eerst moeten kijken naar de onkostencategorieën. Dus het is zo dat je ja, bepaalde forfaitaire onkosten hebt, of dat je bijvoorbeeld zegt van, ik ga, als mijn trainers met de trein komen of met de bus, dan mogen die eigenlijk hun ticket van de trein nou, ingeven. Het zijn al die kosten die dat je kan, ja, je kan opvragen aan jouw trainers en lesgevers, aan jouw vrijwilligers, om die zelf in te dienen via Mijn Assist. Ofwel ga je die zelf één voor één ingeven. Dat kan ook. Maar het belangrijkste is dat jij dan eerst wel aangeeft wat voor soorten onkosten zij kunnen indienen. Hier staat van alles in, maar pak nu dat je zegt van oké, okay, een training van anderhalf uur, dat is een forfaitaire onkost van €15, dat zal echt meer zijn. Maar dan kun je hier eigenlijk een categorie toevoegen. Of ik zal er eens naar kijken. Dan zie je hier, je geeft dat zelf een benaming. Je zegt wat voor soort onkost dat is. Dat kan ook bijvoorbeeld een verplaatsing zijn, waar dat je dan bijvoorbeeld aangeeft hoeveel euro ze krijgen per kilometer of zo. Wat voor soort verplaatsing dat is. Dat zijn allemaal zaken die dat je op die manier kunt opgeven. Dus dat is het eerste wat dat je moet instellen, zeg maar. En dan ga je effectief die onkosten indienen. Dus uiteindelijk, ja, je ziet het eigenlijk al heel veel testen gedaan. Waar dat je van al jouw vrijwilligers hier bijvoorbeeld onkost gaat indienen. Ook een belangrijke, denk ik, dat we aangepast hebben in Assist, is dat je dit gaat ook voor activiteiten en dergelijke, of voor taken en dergelijke. Ga je dus ook nu kunnen zeggen van, oké, okay, ik ga in één keer ga ik meteen 4 momenten opgeven. Ik ga bijvoorbeeld, voilà, Barbara Ooms, ik selecteer de vrijwilliger. Stel nu training, ik zeg maar iets, voilà. En wat is dan de soort onkost? Dat is een forfaitaire onkost van, waar was dat hier? De training van anderhalf uur, past dan automatisch het bedrag aan. Ik ga die toevoegen en je gaat dan eigenlijk zien dat die onkosten allemaal ingegeven zijn. Met een paar klikken op de knop heb ik meteen voor gans de maand de onkosten ingegeven voor deze trainer. Ja. Je ziet, ja, ik heb die zelf toegevoegd. Dus ja, die zijn allemaal meteen goedgekeurd natuurlijk. Nu is het ook zo dat, dat je ook jullie trainers gaat kunnen toegang geven. Wacht, ik moet even de juiste pagina zoeken. Dit mag weg. Voilà, dit is de nieuwe versie van Mijn Assist. Waarin dat eigenlijk elke trainer zelf, ook of lesgever, ook zelf onkosten kan toevoegen. En dat zijn mijn onkosten als vrijwilliger. Als die hierop klikken, ja, dan gaan die eigenlijk ook zelf eigenlijk die onkosten kunnen indienen. Als ze dat doen via deze weg, ja, dan is het zo dat, dat die hier gaan verschijnen, maar dat je dan eigenlijk die nog gaat moeten goedkeuren. Op dit moment is dat al goedgekeurd omdat ik ze zelf heb ingegeven. Maar als je die dan eigenlijk hier zelf ingeeft, dan ga je ze moeten goedkeuren. Stel nu dat je alle onkosten van de maand hebt verzameld. We zijn begin van de maand en je wilt de onkosten uitbetalen. Ja, dan moeten er onkostennota's opgemaakt worden. En dan zie je hier dat hier in de kolom nota, dat er deze knop staat, nu opmaken is. Ik klik daarop en ik heb nu maar één persoon waar ik vlug iets heb toegevoegd. Maar stel dat ik zal eens vlug... ja, mezelf eigenlijk ook nog vlug eens aanmaken. Gewoon puur om te tonen. Stel dat ik ook hier ben. Oei, sorry. Ook diezelfde onkost heb gedaan. Dan zijn er van 2 trainers of 2 lesgevers zijn er onkosten ingediend. Ze zijn allemaal goedgekeurd. Ik klik hierop en je merkt dat alle vrijwilligers waarvan Assist minstens 1 onkost heeft gevonden, ja, die dan nog niet betaald is, of waarvan nog geen onkostennota gemaakt is, dan klik je hierop.
Ik klik op onkostennota opstellen. En voilà, het is eigenlijk al gebeurd. Als ik nu ga kijken, dan heb ik voor, ja, voor al die vrijwilligers zijn er soortgelijke onkostennota's opgemaakt. Hè, met het totaalbedrag dat ook effectief per vrijwilliger zal moeten uitbetaald worden. Je merkt hier, ik had er 4 opgegeven van 15 euro. Hij plaatst die allemaal op 1 en dezelfde onkostennota. Ja, dat zijn dus allemaal dezelfde. En nu kun je eigenlijk aangeven, moest ik nu eigenlijk teruggaan naar mijn assist. Voilà. Ondertussen je ziet op het scherm dat dan ja, de vrijwilliger kan indienen om zijn onkosten in te dienen. Maar als die vrijwilliger nu bijvoorbeeld naar zijn onkostennota's gaat kijken, dan zie je dan vermoedelijk... ik moet hem even zoeken. Ah, nee, ik zit in een andere... Ik had dat bij Barbara getoond. Alleszins, dan zie je eigenlijk hier alle onkostennota's en kan hij die dus ook eigenlijk inkijken. Hè? Dus voilà, dat is een andere test. Maar dan kun je eigenlijk op die manier eigenlijk al die... dan kunnen jullie lesgevers en vrijwilligers eigenlijk ook dat zo betalen. En dan zien ze eigenlijk ook of dat die al dan niet betaald zijn. Want als ik dan terugkeer naar assist en jullie hebben die betaald, ja, dan ga je die op die manier kunnen markeren als betaald. Voilà. En als... ja, ik moet nu niet gaan kijken in mijn assist, want dat is een andere account. Maar dan krijgt eigenlijk de lesgever of de vrijwilliger krijgt dan ook eigenlijk daar te zien dat zijn onkosten ondertussen betaald zijn. Voilà. Ik besef heel goed dat ik er heel snel aan doorgaan ben. Hè. Dus we hebben korte tijd en ik wil veel vertellen. Ik wil veel tonen. Dus nogmaals, ik herhaal graag, als het allemaal iets te snel gaat, we hebben die... Er bestaan echt webinars waarop ik het allemaal iets rustiger uitleg. Maar dit zijn de onkostenvergoedingen. Ja, ik hoop dat er een aantal clubs zijn die dat eigenlijk dat best wel interessant vinden. Er zijn op dit moment echt wel al een clubs. Er zijn sowieso een paar sportclubs, ik weet nu niet, zwemclubs, die dat het gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld de stad Genk, die dat eigenlijk al hun vrijwilligers, die dat onder andere zwemlessen geven, die gebruiken het ook al bijna een half jaar. Dus dat werkt naar behoren. Dat zijn de onkosten. En dan gaan we nog een stapje verder. Allee, ik ga misschien altijd nieuwe dingen vertellen die niet voor elke club van toepassing zijn. Maar we krijgen wel de vraag van clubs die dat eigenlijk meer en meer eigenlijk hun vrijwilligers en assist beheren, hun lesgevers en trainers, en eigenlijk graag naar een planbord willen gaan. Nu... jullie kennen misschien het planbord binnen de huidige versie van Assist, waarin dat je eigenlijk nu al jouw leden kunt indelen in de lessenreeksen die dat je aanbiedt. We gaan dat planbord ook overzetten naar de nieuwe versie, maar we gaan daar op dat moment echt wel ook naar kijken of dat we dat gebruiksvriendelijker kunnen maken. Maar alleszins gaat er een soortgelijk planbord zijn, waarin dat je eigenlijk waarin dat je op dag en op uur ga kunnen, enerzijds jouw leden kunnen indelen, en wat dat eigenlijk vandaag al kan, maar hetzelfde ga je kunnen doen met jouw vrijwilligers. Zodat je eigenlijk gaat kunnen weten van, oké, wanneer hebben we op welke momenten, misschien is een lesgever tekort, en moeten we misschien een oproep doen naar alle lesgevers met de vraag van, kan er iemand inspringen bijvoorbeeld? En die toepassing, die dat ik nu net heb verteld, die hebben we nu al eerst gebouwd. Daar is een goede reden voor. Hè, waarom, je zou kunnen zeggen, waarom bouwen ze niet meteen dat planbord? Ja, we doen dat stap voor stap, in die zin dat je eerst een taak moet kunnen ingeven. Je moet daar dan vrijwilligers op uitnodigen, je moet die kunnen koppelen. En op dat moment, en dan pas heb je eigenlijk al die momenten, al die taken die dat samenkomen in dat grote planbord. Dus dat komt eraan, daar zijn we eigenlijk mee bezig. Maar hier heb je dus taken en interesses. Waarom noemt dat interesses? Taken en interesses. Dat is omdat we eigenlijk geredeneerd hebben. En je ziet hier eigenlijk dat logo van Support Planner. We hebben deze module ook gebouwd in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie. Zij kregen de vraag vaak van sportclubs, misschien ook van zwemclubs. En eigenlijk hebben we een partnership met de Vlaamse Sportfederatie. En zij hadden gevraagd, zouden we dat niet kunnen inbouwen in Assist? Dat hebben we dan samen gedaan. En we zijn dan tot deze stappen gekomen, waarin je zegt van oké, stel dat je echt voor de eerste keer in Assist komt en de algemene gegevens van de vereniging zijn nog niet ingegeven, dan moet je dat eerst ingeven. En dan, dit is denk ik een interessante. Je moet deze module ook zien
als een module om binnen de eigen werking, en ik heb het dan over jullie eigen leden, maar ook de ouders van jullie leden, sympathisanten, mensen met wie dat jullie eigenlijk nu al contact hebben, dat je deze module kunt gebruiken om vrijwilligers te ronselen, te werven, ik zal het zo zeggen. En we hebben daar eigenlijk samen met de Vlaamse Sportfederatie over nagedacht van oké, we moeten dat misschien doen op basis van de interesses dat het is echt niet makkelijk om vrijwilligers te werven. Dus eigenlijk gaan we eerst vragen van ja, waar dat die vrijwilligers in geïnteresseerd zijn. Er is een standaardlijst van interesses die dat je in Assist kan inladen. En dat gaat dan echt over, je ziet hier ook sportief, er zijn er natuurlijk een aantal, maar ook bijvoorbeeld klusjes, kleine klusjes of vervoer van goederen, vervoer van personen. Stel dat je eigenlijk naar een zwemwedstrijd eigenlijk mensen vindt die dat willen rijden. Dan zijn dat dingen dat je kunt vragen van heb je daar interesse in? Je kan dat helemaal naar jouw hand zetten. Je kan interesses verwijderen, je kan groepen aanmaken. Voilà, dat is iets wat je moet doen. En dan kun je eigenlijk... jullie gaan geen personen moeten importeren. Die zitten er eigenlijk allemaal in. Maar dan ga je eigenlijk polsen naar interesses. Je gaat aan jouw leden, aan vrijwilligers, aan iedereen die dat je wilt, ga je eigenlijk... Dat is een standaard mail dat daarin zit, waarin je eigenlijk gaat vragen van... heb je zin om eens een handje te helpen? En zo ja... waarmee zou jij dan willen helpen? En dan zie je meteen ook de nieuwe manier van hoe dat je mails gaat kunnen versturen in Assist. Die komt vrijwel overeen met de huidige versie. Je kan hier op die knop klikken om eens een voorbeeld te zien van hoe dat de mail eruit gaat zien. En als ik dan hierop klik, ik ga hem nu niet versturen, maar als ik hierop klik, dan kom ik effectief in mijn Assist terecht. En meteen ook op de pagina waarin dit lid zijn interesses en zijn talenten kan toevoegen. Dus wil jij je af en toe inzetten als vrijwilliger bij de club? Ja, graag, laat maar weten. Eventueel of nee, het lukt me niet om hier tijd voor te maken. Dus je krijgt ook feedback over ouders of sympathisanten. En dan zie je hier, pak nu die klusjes, dan kun je hier eigenlijk gewoon aanvinken of bij sportief... Zie je wat dat ze dus eigenlijk, hoe dat ze eigenlijk zelf al die interesses kunnen aanvinken. Ook hun talenten. Misschien gaat dat er wat over. Maar uiteindelijk kun je bij elke taak, en dat ga ik dus nu tonen, als ik dan terug ga naar Assist. En ik heb hier een taak, bijvoorbeeld kleedkamer schilderen of de onthaal van de zwemlessen bijvoorbeeld. Dan ga je dus meerdere taken kunnen toevoegen. En hier ga je dan... een benaming, een omschrijving. Hier ga je dan kunnen aangeven van wanneer die taak uitgevoerd wordt. Dit is ook, denk ik, iets waar dan velen op... dat is eigenlijk wat dat ik dan net eigenlijk zei. Hier ga je dus een startdatum en een start-einddatum kunnen opgeven. Hij gaat die allemaal aanmaken en je gaat die dan eventueel kunnen verwijderen. Ik geef dan maar aan, mensen die dat planbord vandaag gebruiken... Wij beseffen dat het aanmaken van die momenten om al die lessenreeksen daarin te krijgen, dat een heel werkje is. Dat proberen we in deze versie eigenlijk ook te optimaliseren. En hier zie je dan het profiel van de ideale vrijwilliger voor deze taak. Hoeveel vrijwilligers heb je nodig? Ja, 1 persoon aan het onthaal. Wat zijn dan die interesses? Dat zijn dan deze. Hè? Wat zijn die talenten? En voorlopig zijn er nog geen vrijwilligers uitgenodigd. Voilà. En op die manier ga je al die taken opgeven. En dan is de volgende stap, en je ziet hier al die stappen, we zitten eigenlijk bij uitnodigen en werven. Nu gaan we effectief een mail sturen naar iedereen die dat je kan selecteren, om met de vraag van, ja, we hebben dus nu echt wel iemand nodig, of een aantal mensen nodig, om die kleedkamers te schilderen. En dat is denk ik, waar we hopen dat jullie echt kan helpen om sneller de juiste vrijwilligers te vinden, is dat we aan de hand van die informatie dat we hebben, hier zie je dan de legende, dat je hier gaat kijken wie dat de meest potentiële vrijwilliger bent. Dat ben ik blijkbaar. Ik wil erg graag helpen. Blijkbaar heeft Injas aangegeven in mijn Assist dat hij eventueel wel wilt helpen. Dat wordt dan een oranje ster. Injas heeft nog niet geholpen, ik wel. En dan zie je, die heeft dezelfde interesse. Stel nu dat ik dit eens aanpas, want hier zie je dan die interesses, hè. Kleine klusjes. Stel dat ik bijvoorbeeld hier kleine klusjes aanpas. Ik ving dat uit, maar ik laat wel nog anderen in diezelfde groep staan. Dan ga je merken dat dat een oranje ster wordt. En op die manier, hier was het denk ik, ja, en zie je, dan wordt dat een oranje ster. Op die manier ga je eigenlijk snel, laten we hopen, de meest potentiële vrijwilligers kunnen selecteren. Je kan er nog
extra mensen aan toevoegen. Misschien hebben niet, heeft niet iedereen gereageerd. Ik klik op kandidaat uitnodigen. Er komt dan een standaard mailtje dat je nog helemaal kan aanpassen natuurlijk. Je hebt misschien ook, nu zit ik hier toch, ook al gemerkt dat je, dat je schablonen kunt opmaken in Assist nu voor mails. Dat kan natuurlijk, dat kan ook al in de huidige versie, maar dat kan uiteraard dan ook in de nieuwe versie. Dit is zo'n schabloon bijvoorbeeld, hè, voor een vrijwilliger te vinden. Er wordt terug een mailinglijst opgemaakt. Voilà. En die ziet er dan zo uit. We zoeken echt een vrijwilliger om die kleedkamers te schilderen. Alle gegevens worden automatisch ingevuld. En de vrijwilliger kan met één klik op de knop aangeven van, ah wel ja, ik kan die een dag en ik kom schilderen. En voilà, komt dan terug in mijn assist terecht en heeft dan eigenlijk een overzicht van die taak, waar dat hij moet zijn, enzovoort, enzovoort. Je krijgt dan er ook een mail van, voilà. Heb je je vergist, hè, dan kan hij dan hierop klikken om zich dan toch niet kandidaat te stellen. Of met een grote groene klop, ik wil toch meehelpen. Voilà, op die manier. En dan, als je dan terug naar assist gaat, en ik ga naar diezelfde taak, dan zie je hier alle uitgenodigde kandidaten, dat zijn ze van allemaal. En dan kan ik eigenlijk zien of dat er interesse was of niet, en of dat die effectief de status van vrijwilliger heeft. Maar als ik naar de taak zelf ga, dan is dat specifiek op die taak, dat ik dan daar eigenlijk de vrijwilligers en de kandidaat-vrijwilligers zie. En waar dat ik dan zelf kan zeggen van, oké, voilà, die mag komen vrijwilligen, die mag komen vrijwilligen. Voilà, en als je dit even in je achterhoofd houdt, dat dit nu vandaag al kan, achter de schermen in die databank zitten eigenlijk nu al, stel dat je dat voor ook, ik doe dat nu bij wijze van een voorbeeld voor echte taken zoals kleedkamer schilderen en onthaal van zwemlessen, maar jullie zouden dat eventueel ook al kunnen doen voor zwemlessen. Of voor trainingsmomenten waar dat je jouw vrijwilligers op die manier gaat koppelen aan de juiste taak. In een volgende stap, als we dan effectief het planbord gaan verder uitbouwen, ga jij een overzicht krijgen van jouw volledige zwemweek, bij wijze van spreken, per bad. Op die manier ga je dan kunnen, een overzicht krijgen van alle trainers of lesgevers die dan op die dag aanwezig moeten zijn. Dan is het, en als ik dan nog een stapje verder ga, en het is ook in de reden waarom dat we dat in deze volgorde uitbouwen, is als je nu alles een beetje bij elkaar brengt, als al die puzzelstukken in de loop van de komende maanden in elkaar geraken, ja, dan ga je aan een bepaalde taak ook een onkostenvergoeding koppelen. En dan ga je eigenlijk hier via dit systeem en eigenlijk ook via, dat heb ik nu nog niet getoond, maar in dat planbord ga je ook de aanwezigheden van jou, zowel de leden als van de van de lesgevers, van de trainers kunnen aangeven. En eigenlijk gaan we zo stap voor stap eigenlijk naar een soort van automatisatie gaan, waarin dat eens alles ingesteld is, mensen toekomen. Ik weet niet of ik dat hier nu kan tonen, maar ik zal het misschien vertellen. Er zijn best wel wat zwemclubs die dan eigenlijk de activiteiten gebruiken van Assist, die dan nu weten dat er daar ook met een QR-code gewerkt wordt op die tickets. En dat je eigenlijk met een smartphone of met een tablet, met een camera, dat je die tickets kan scannen. En dat je op die manier de aanwezigheden van die activiteit eigenlijk kunt bijhouden. Wel, als ik dat nu allemaal samenbreng, en ik weet dat dat allemaal even duurt, maar je merkt dat we stappen aan het zetten zijn. Als dat allemaal samenkomt, dan willen we naar een omgeving gaan of een oplossing gaan waarin dat jullie leden eigenlijk misschien een lidkaart hebben, een QR-code hebben, die dat ze effectief letterlijk elke zwemles meenemen of op hun gsm een foto daarvan hebben. En als je dat zou willen, hè, niet dat dat moet natuurlijk, hè, maar dat je in principe eigenlijk misschien iemand aan het onthaal die QR-code scant, of de trainer, de lesgever, whatever. Ik weet niet hoe jullie dat kunnen organiseren. Maar dat op dat moment, achter de schermen, Assist weet, van ja, als je nu in die assistomgeving zit op jouw smartphone, dan weten we welke leden eigenlijk vandaag aanwezig moeten zijn. Dat zijn eigenlijk die ledengroepen die dat daar dan op die dag, op dat moment, moeten aanwezig zijn. Die worden gescand, dus onmiddellijk eigenlijk is hun aanwezigheid bevestigd. En eventueel kan, als dat lukt, hè, ik weet gerust dat het niet zo handig is om een smartphone of een tablet in het zwembad te gebruiken, dat besef ik heel goed,
Er zijn wel clubs die dat eigenlijk met één tablet werken en eigenlijk zeg maar één persoon de ronde doet, zeg maar. Maar eigenlijk zou eigenlijk, of meteen na de training, zou eigenlijk meteen de trainer of de lesgever die vaardigheden op zijn smartphone kunnen aanvinken per lid, zeg maar. En ja, ik hoop dat jullie zien dat we op die manier daar stap voor stap aan het geraken zijn. En dat we, denk ik, hoop ik, ik ben altijd voorzichtig met die woorden, maar dat we, ja, denk ik toch echt de afgelopen jaren veel feedback hebben gekregen en dat we dat op die manier proberen verder uit te bouwen. Je ziet hier nog, dus dat is dan vooral eigenlijk, denk ik, de belangrijkste zaken die dat we nu al aanbieden en die dat je nu al kan beginnen gebruiken en waar we nog op verder bouwen natuurlijk. Maar er zijn nog andere zaken natuurlijk, hè. In Assist, vacatures, stel dat je externe vrijwilligers wilt ronselen, werven moet ik zeggen, hè? Ronselen is zo'n vuil woord voor vrijwilligers. En dan kun je ook vacatures plaatsen op vrijwilligerswerk.be. Ik ga dat niet vandaag tonen, maar dat kan. Hier gaan we dan eigenlijk ook jouw vrijwilligers echt beheren. Hè. Dit is een heel summere pagina nog maar dat komt er eigenlijk nog allemaal aan. Dat zijn de kandidaten die dat zich dan kandidaat stellen als nieuwe vrijwilliger. En dan zie je hier boekhouding en btw. Je kan in Assist de volledige boekhouding van jouw zwemclub beheren. We hebben dat eens nagekeken. En op dit moment ongeveer 1 op 3 zwemclubs die dat aangesloten is bij de Zwemfed, die beheert zijn boekhouding in Assist. Ik ga daar een heel belangrijke noot of kanttekening bij zetten. We hebben ooit eens vernomen van een club die dan zei van ja, ik denk dat wij onze boekhouding niet in Assist gaan voeren, want dan kijkt de Zwemfederatie mee en zij hebben geen inzage, of ze hebben, ja, dat klopt, ze hebben geen inzage in onze boekhouding. Dan wil ik nu, alleen, we waren daar een beetje van verschoten, omdat we heel, heel duidelijk willen zijn dat dat absoluut niet het geval is. Hè. Dus eigenlijk, jullie weten dat als jullie leden ingeven in Assist, dan zijn er een aantal verplichte velden. Geboortedatum, gender. We blijven het herhalen. Dat zijn gegevens die de Zwemfed nodig heeft, enerzijds om voor de verzekering correct te kunnen organiseren, en daarnaast ook voor de statistieken van de Zwemfed zelf, maar zeker ook voor Sport Vlaanderen. En elk jaar moet de Zwemfed die gegevens doorgeven, verplicht. En dus dat zijn ook de enigste velden, ja, buiten dan natuurlijk voor licenties of officials. En dan zijn er soms ook een aantal medische gegevens die doorgegeven worden. Maar enkel die gegevens zijn zichtbaar in de assistomgeving van de Zwemfed. Alle andere zaken die ik hier vandaag getoond heb, ook niet welke taken jullie laten uitvoeren door jullie vrijwilligers, hoeveel onkostenvergoedingen jullie geven. De Zwemfed heeft daar geen zaken mee en zal daar nooit zaken mee hebben en zal die ook nooit kunnen inzien. Dus ik kan het niet formeler zeggen dan dit. Dus voilà, naar aanleiding van het feit dat ik heel even toon dat je dus eigenlijk ook jouw boekhouding in Assist kan doen. En misschien zijn er een aantal clubs die dat echt btw-plichtig zijn. Weet ook dat er een btw-module is en dat je in principe, als je dat al zou willen, maar toch, zijn eigenlijk, kan dat misschien ook wel zeggen, zijn een 350... Nee, 400, ongeveer 400 sportclubs die dat hun boekhouding doen. En daarvan zijn er toch een 150 btw-plichtigen die dat dan nu al een paar jaar gebruiken. Activiteiten wordt in de loop van het komende seizoen ook overgezet. Hier is al een klein overzicht, omdat als je een zwemfeest organiseert en je hebt daarvoor uitgaven en ontvangsten, dan kun je die koppelen aan de boekhouding en dan zie je in één oogopslag of dan een bepaalde activiteit, dat is hier nu een jeugdtoernooi, of dat dan nu eigenlijk winst heeft opgebracht of verlies. We gaan eigenlijk ook de contacten, ook een eerste heel voorzichtige pagina, contacten worden eigenlijk ook beter opgebouwd. Je gaat personen krijgen, organisaties, hier komen nog gezinnen bij en zo. Voilà. Die formulieren heb ik getoond. En de VZ2-helper, ja, die is er nu nog niet, maar die wordt ook overgezet. Voilà, dus we zijn op verschillende fronten bezig. En misschien dat ik daarmee kunnen starten. Fijn nieuws, denk ik, ja, voor ons en indirect ook voor jullie. We hebben sinds 1 oktober een extra programmeur erbij. Daan heet hij.
Dus ik ga dus vanaf nu niet alleen als ik op mail antwoord van mijn collega Tom, ga ik af en toe ook gewoon mijn collega Daan kunnen zeggen. Een jonge programmeur, een hele toffe gast, die dat zelf assist al enkele jaren gebruikt. Onder andere de boekhouding, activiteiten, ledenbeheer. Niet voor een zwemclub, wel voor zijn jeugdhuis. En op die manier eigenlijk contact een keer had opgenomen met ons. Eerlijk gezegd, om een bug door te geven. Maar hij had in zijn mail meteen een optie tot oplossing. Hij had eigenlijk gezegd, ik denk dat Tom daar eens moet kijken. En ik heb teruggemaild met de vraag, amai, je kent er precies iets van. Zo zijn we beginnen praten. Hij heeft deze zomer bij onze vakantiejob gedaan. Dat is zo goed meegevallen dat we hem gevraagd hebben of dat hij wou blijven. En hij wou dat. Dus voilà. Hij is volop eigenlijk, hij is enkel en alleen met de nieuwe versie van Assist bezig. En hij is nu volop, de formulieren dat ik jullie heb laten tonen, heeft hij gebouwd. En ook het wachtlijstformulier, ja, nu zit ik weer in een ander abonnement. Dus ik ga hem straks mailen met de vraag, kun je eens even nakijken, want ik heb daar net een poging gedaan om een wachtlied in te vullen in de nieuwe formulier. En dat komt precies niet door. Dus zo gaat dat. En zo gaan wij ook blijven bouwen en assist optimaliseren. Voilà, dat was denk ik... Klopt toch, hè? Ik ga eens heel even kijken. Inschrijvingsformulier, wachtlijst, takenbeheer, onkosten, mijn assist en het duurzaam. Voilà. Ik heb alles gezegd wat we beloofd hadden. Ik ga eens heel even naar de chat kijken. Of ik weet niet, Hilde... Zijn er vragen binnengekomen? Er zijn enkele vraagjes. Ik zal even overlopen, inderdaad. Het eerste vraagje dat werd gesteld was in uw intro al. Even aftoetsen wanneer dat ze de vernieuwde assist echt mogen verwachten. Want je had gezegd nieuw seizoen. Is nieuw seizoen september of januari? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus eigenlijk, als ik nieuw seizoen zei, dan richten wij ons naar eigenlijk juni. Omdat wij alleen met alles toeters en bellen, dus ook activiteiten en zo. Hè. Maar wij, de leden, dat gaat eigenlijk, daar zijn we nu mee bezig. Dus dat was eigenlijk het plan om dat dit jaar nog af te ronden. Maar als je dan echt die activiteiten, dat plan wordt en zo, dan gaan we eigenlijk dat nodig hebben in de eerste maanden van het nieuwe jaar. Dat gaat dan nog doorgetest worden en zo. Je merkt het, hè, bij elke update. Kan hier en daar al nog een keer iets nagekeken worden. Maar weet dat, als ik dat net nieuw seizoen zei, dan is dat eerder richting juni. Omdat we weten dat er al zo'n clubs zijn die dat dan al de inschrijvingen starten voor het nieuw seizoen, dat dan eigenlijk in september start. Alright, de andere vraag. Ja, er is de tweede vraag die heb ik gesteld tijdens dat je bezig was. Dat was over het formulier. Dus de oude formulieren blijven werken als mensen die op de website hebben staan. Moesten ze een nieuw formulier aanmaken, dan moeten ze natuurlijk de nieuwe URL knippen en plakken op hun website. Ja. Dus toen heb ik u even onderbroken. De volgende vraag die is gesteld, zijn drie vragen gesteld toen je bezig was over onkosten. De eerste vraag die gesteld wordt is, kan je vanuit de onkosten een soort badge exporteren en importeren in je bankapplicatie om alles in één keer te betalen? Ja, dat is een zeer terechte vraag. Dat kan vandaag nog niet. We hebben de vraag wel al gekregen. Dat is logisch, hè? Vanaf dat mensen ermee beginnen werken, is dat de volgende stap. Dus dat kan vandaag nog niet. Tom heeft daar al een keer naar gekeken. Maar dat zullen we wellicht verder moeten onderzoeken. Normaal gezien moet dat kunnen. Maar vandaag kan dat nog niet. Maar dat staat wel ergens op een lijstje van fijne optimalisaties. Ja. Dan een tweede vraag over onkosten is, worden betaalde onkosten automatisch geregistreerd in de boekhouding van Assist? Nee, dan nog niet. Dus er is nog geen koppeling tussen de onkosten en de betalingen en de boekhouding. Wat wel is, maar dat denk ik dat jullie dan wel al lang weten, is dat je verrichtingen kan importeren. Hè, vanuit het CSV of vanuit een...
CODA-bestand. Dus dat kan wel. En de reden waarom dat we dus nog niet al te veel extra import toelaten bij die boekhouding, is dat we heel hard moeten opletten dat je niet per ongeluk, oké, ik weet absoluut dat Assist daar dan controles op moet doen, maar dat je niet echt per ongeluk de ene batch importeert vanuit je bank en dan nog een extra batch importeert met onkosten. Dus voorlopig houden we het even op de import van de CSV en de CODA-bestanden. Nu, ik moet zeggen, de onkosten is echt is al een paar maanden dat het online staat, maar het wordt... Alhoewel, ja, nee. Ja, het wordt door een paar clubs wel al gebruikt die ook de boekhouding gebruiken. Dus we gaan die vragen wellicht meer en meer krijgen. Maar we gaan ons nu eigenlijk focussen de komende maanden op het overzetten van de bestaande pagina's, leden, vrijwilligers en activiteiten, om dan pas de bestaande rubrieken nog verder te optimaliseren. All right. Oké, en dan komen we aan de laatste vraag die gesteld is. Kan je een beperking zetten op hoe ver in het verleden ze een onkost kunnen inbrengen? Dus, dus als ze hun onkosten dan niet meer mogen doorgeven vanaf een bepaalde datum? Amai, ja, dat is een zeer goede suggestie. Eerlijk gezegd nog niet aan gedacht. Dus dat is wel eentje die dat ik zeker graag noteer. Want dat is eigenlijk een hele terechte, dat je eigenlijk gewoon zegt, voilà, alle onkosten van de afgelopen maand. Dat is denk ik jouw vraag. Hij zegt van iedereen moet voor de vijfde van de maand onkosten van vorige maand ingeven en nadien is het afgesloten. Dat ga ik echt noteren. Dat is eigenlijk, we gaan dan, we kunnen dan nadenken hoe we moeten doen. Maar dat is een heel goede suggestie, want die vraag zullen we nog vaker krijgen. Ja, ik denk als een boekjaar is afgesloten, dat logisch is dat je dan geen onkosten meer binnenkrijgt van het jaar ervoor. Ja, absoluut. Er zijn nu nog net enkele vraagjes binnengekomen van Marijke. Kunnen er facturen aangemaakt worden, fiscale attesten aanmaken, kunnen we kortingen toepassen, voorrangsregels? Ja, om te beginnen, ja, facturen kan je aanmaken. Dat zijn eigenlijk bij wijze van spreken verkoopfacturen. Die kun je in Assist aanmaken, kun je dan doormailen. Dus dat kan. Fiscale attesten, voorlopig nog niet. Ik weet, we krijgen de vraag vaker. Attest ziekenfonds kan wel, maar dat is niet wat je bedoelt. Je bedoelt denk ik echt de fiscale attesten van een jeugdkamp bijvoorbeeld, of een sportkamp. Nog niet, maar staat zeker ergens op een lijst. Dus dat willen we eigenlijk... we weten dat we dat nuttig is. Dat er zijn steeds meer en meer sportclubs die dat dan nodig hebben. Kunnen we kortingen toepassen? Ja, je kan eigenlijk bij het instellen van jouw lidgeld... In Assist kan je gezinskortingen toekennen. Je kan eigenlijk jouw leden op basis van het adres worden die samengebundeld tot een gezin. En afhankelijk van het eerste, tweede, derde gezinslid berekent Assist automatisch kortingen. Dat kan allemaal. Je kan ook gewoon per lid zeggen van ik geef die, weet ik het, een blessurekorting omdat die een half jaar buiten strijd is. Dus dat kan, ja, inderdaad. En de voorrangsregels, ik vermoed dat je bedoelt... Bijvoorbeeld, we laten eerst iedereen van de vorige leden van vorig jaar eigenlijk zich inschrijven om dan pas wachtleden of zo toe te laten. Is dat, bedoel je dat? Ja, dat meestal gebeurt dat hoe dat je dat zelf eigenlijk instelt. De meesten eigenlijk hebben eerst eigenlijk hun... Als je leden van het nieuwe seizoen laat inschrijven, de meesten die sturen eerst een mail uit... vanuit Assist naar hun leden. En die laten zich dan eigenlijk via die activiteiten inschrijven op één of meerdere activiteiten. Oftewel gewoon opnieuw in een nieuw werkjaar. En dat gebeurt dan via Mijn Assist. Dat zij in Mijn Assist eigenlijk meteen in de juiste ledengroep terechtkomen. En daar dan eigenlijk hun lid maken. Meestal staat daar dan zeg maar een deadline op. Dat is eigenlijk ook... En nadien stellen zij pas eigenlijk de nieuwe formulier open voor de wachtlijst. In de nieuwe versie van Assist, heb je dat net gezien, kan je die data zelfs eigenlijk automatisch ingeven, zodat dat, ik zeg maar iets, dat je zegt, op die datum, vanaf dan gaat het formulier voor de nieuwe wachtleden open. Dus op zich kan dat, maar je moet dat zelf een beetje organiseren. En ik zie ook een vraag van Kevin. Elektronische facturatie, gaat dit mogelijk worden? Ja, dus voor zij dat misschien niet weten, als je dus zelf facturen aanmaakt of facturen betaalt, alles gaat vanaf 1 januari 2026 via Peppol moeten gebeuren. En dat is eigenlijk een e-facturatie. En wij zijn op dit moment, wij zijn eigenlijk ons aan het informeren.
We weten al hoe dat we... dus het antwoord is ja. Wij gaan ervoor zorgen dat assist ook gaat gekoppeld worden op een bepaalde manier. Daar zijn derde partijen mee bezig die dat eigenlijk de tussen... Ja, dat is technischeur, maar die dat eigenlijk tussen assist en dan Peppel in gaan zitten om eigenlijk die connectie te maken. Want dat is een heel, heel, heel technisch gebeuren. Tom heeft dat al eens onderzocht. Het is mogelijk en we gaan dat eigenlijk mogelijk maken. Ook dat staat gepland in de eerste helft van 25, zodat we nog eigenlijk de tweede helft van 25 hebben om dat heel goed door te testen, zodat, zodat we met z'n allen, ja, als je tenminste assist daarvoor zou gebruiken, om dan eigenlijk klaar te zijn op 1 januari 26. Ah ja, iemand vraagt, Inge... Ja, Hilde, ik zie de chat ook. Kan je even toelichten wat het verschil is tussen mijn assist en assist? Oké, okay. Inge, dus eigenlijk, assist is eigenlijk de omgeving van de club, waar dat jullie dan, wat dat ik allemaal getoond heb, en daarin beheer je jouw ledenactiviteit, alles wat ik dan net getoond heb. En dan mijn assist is de persoonlijke omgeving van jouw leden en van jouw vrijwilligers. En dat is eigenlijk hun assistomgeving. En dus om dat voorbeeld van daarnet te geven, je kan enerzijds de onkosten als club zelf beheren in assist, in jouw eigen assistomgeving, maar je kunt ook de toelating geven aan jouw vrijwilligers, jouw lesgevers, om in hun persoonlijke assistomgeving, en die noemt dan mijn assist, om daarin dan hun onkosten in te dienen. Dus dat is dat wordt meer en meer, gaat dat een grote hub worden tussen... tussen jullie leden, jullie vrijwilligers en jullie zelf als bestuurder of als trainers. En omdat je daarin eigenlijk alles gaat in die mijn assist samenkomen. Hè. Activiteiten, die taken dat ze doen, die onkosten, die fiscale fiches, attesten voor het ziekenfonds en zo. Dus dat is het verschil tussen assist en mijn assist. Stel maar vragen aan mensen. Ik ben hier, dus het is de moment. Hè. Graag gedaan, Inge. Ik ga nog even in de chat. Jullie kennen dat hopelijk misschien al, hè, maar ik zet toch nog even mijn e-mailadres erin. Want stel dat je na dit webinar vragen hebt nog over assist. Stel dat je eigenlijk een aantal nieuwe toepassingen geprobeerd hebt. Stel dat je oftewel suggesties hebt om het beter te maken, die zijn altijd welkom. Stel dat je op een foutje botst, zoals ik daarnet, dan weet je mij te vinden. En dan ga ik toch ook nog heel even de URL van dat YouTube-kanaal ook nog in de chat zetten. Voilà. Dan denk ik... dat jullie het belangrijkste hebben. Zijn er geen vragen meer? Voilà. Dan hoop ik dat het interessant was. Ik ga even stoppen met delen. En alle feedback welkom. Hè. En dan zou ik zeggen, veel succes ermee. Wij blijven verder bouwen. Dus als je zegt, van, dit en dit zou toch nog wel handiger kunnen. Laat het mij gerust weten. Dan weten wij alweer wat doen. Voilà. Ah, er vraagt toch nog iemand? Dat ben ik, ja. We zijn op het einde gekomen, denk ik, van de presentatie. Dus moesten er opmerkingen zijn, we hebben een kort bevraging opgesteld om het een beetje te evalueren hoe dat de webinarweek deze week verloopt. Dus moesten jullie morgen of overmorgen ook nog een webinar volgen, kunnen jullie daar ook altijd feedback achterlaten, zodat wij onze dienstverlening vanuit Zwemfit altijd kunnen bijstellen. Ook wij proberen ons te optimaliseren, net zoals Vincent met Assist. Dan zal ik vanuit naam van Vincent en mij vanuit Zwemfit iedereen willen bedanken die vandaag heeft deelgenomen. We nodigen jullie graag nog uit voor morgen of overmorgen. Dat zijn twee andere thema's die aan bod komen. Vincent, jij wou graag nog het laatste woord? Nee, ik was zeker niet het laatste woord. Er was toch gewoon één vraag binnengekomen van Isabel. Net boven jouw ding. En die was, stel je bent weinig vertrouwd met assist, welk webinar wordt er dan aangeraden? Ik dacht dat het wel handig was om dat nog heel even te tonen. En dan, als je dan naar dat YouTube-kanaal gaat en je scrolt helemaal beneden, het is voorlopig nog over de oude versie. Maar
En dat zijn deze, als je dan nog, ja, eigenlijk nog, ja, die dan ooit is zo gebouwd, dus ik kan dat niet aanpassen, het oude logo van de Zwemfit. Maar je ziet hier starten met assist, deel 1, deel 2 en deel 3. Dat zijn dan de belangrijkste webinars als je echt nog moet opstarten, zeg maar. Dat zijn degenen die dat je dan kunt bekijken. Weet dat de overstap van de oude naar de, ik zeg al oude, ik moet eigenlijk zeggen, van de huidige versie naar de nieuwe, dat dat echt geen probleem gaat zijn. Het is niet omdat je nu een webinar van de oude versie krijgt, dat we dat helemaal gaan omdraaien. Dus je gaat veel makkelijker daarmee kunnen aan de slag gaan. Dus, Hilde, ik geef jou het laatste woord. Oké, dan wil ik iedereen heel erg bedanken om vandaag aanwezig te zijn. We hebben de opname, we hebben de webinar opgenomen, dus jullie krijgen achteraf nog een mailtje toegestuurd om het eventueel terug te herbekijken of binnen de club door te geven. Maar moesten inderdaad nog specifieke vragen zijn over assist, kan je natuurlijk altijd Vincent contacteren. Hij heeft zijn e-mailadres doorgegeven. En heb je algemene opmerkingen of vragen, dan kan je natuurlijk altijd bij mij of bij mijn collega's terecht. Dank u wel, Vincent. Dank u wel allemaal. En hopelijk tot een volgende keer. Dag.